Ja, het mooie is, ja, je ziet hier een ventilator. We dachten misschien is het wel goed om een van de wettendas... hoe was dat in het Duits? Wettendat. Ja, dat ik het kan. Als ik dat kan. Kom hier, please. Dit is een ventilator. En deze meneer, heb ik me laten vertellen, is in staat om deze ventilator met zijn tong te laten stoppen. Maar je moet wel een stapje naar achter doen. Een klein stapje naar achter. Maar ik, kijk, dit is een normaal potlood. Kijk. Ik zal even laten zien dat dit echt een ventilator is. Ik kan het ook wel gaan doen morgenavond. Nee, wacht even. Kijk uit hoor. Je gaat een beetje je hoofd weg. Ik moet even een goed gaatje zoeken. Het gaatje is te dik. Oh, hier. Ja. Vingers. Oké, let op. Gaat hij, hè? Kijk uit, hè? Ik ben echt een slechte kerel. Kijk uit, nou. Oh, oh. Doe. Er gewoon insteken. Ik ben heel mannelijk. Wacht. Hier. Wow! Hier, let op. Maar hoe? Hey, ik ben net mama, hè? Pas nou op. Dat gaat hij met zijn tong doen. You stop this with your tongue? I'm gonna attempt to stop it with my bare tongue. And afterwards you can still talk? Hopefully. Oké. Okay. Bert, hij moet hem 2 seconden stilhouden. Want anders is het mislukt. Janice, doe niet zo mannelijk. Maar mijn kinderen zitten dus zo voor de televisie vorige week zaterdag. Dat vond ik voor dit. Nee, jij zegt altijd concentratie. Concentratie. Oh, kijk uit voor die bloedspetters. Kasper. Come on, Brad. Ik ga gewoon mijn hand voor mijn mond. You can do it, Brad. Oh, stop it. Waarom? Ja, hij doet er in de show. Ja, dat voelt wel zo kast. Ja, waarom? Stop it. Yeah. Yeah. Nou ja, you know what I really wonder? I mean, you see this thing in your house or wherever, yeah. And then you think, I might tongue it. Yeah. Why? Alleen je tong. Why? I've always been attracted to something dangerous and something that's a challenge. I'm always pushing the envelope. Okay. Do you do different thing with your tongue as well? Yes. Yes. I extinguish a blowtorch on my tongue. Okay, that kind of thing. Okay, that's fine. Thank you so much.